allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Sorry voor mijn lelijke hoofd, mijn scheve haar, deze outfit. Maar dat komt omdat ik gisteren eigenlijk heel erg ziek ben geweest. En vandaag nog een beetje aan het uitzieken ben. Ik had sowieso niet verwacht dat ik vandaag alweer kon filmen. Maar afgelopen zondag heb ik denk ik iets verkeerds gegeten ofzo. Want gisteren vanaf 8 uur 's ochtends tot 7:30 's avonds heb ik om het half uur lopen overgeven. Heel mijn lichaam was leeg. Op een gegeven moment wilde ik overgeven, maar er kwam gewoon niet meer uit me. Ik had heel erg last van mijn rug, omdat ik natuurlijk elke keer zo aan het overgeven was. Dus al mijn spieren aan het gebruiken was. Dus ik had heel erg last van mijn buik ook nog steeds. Ik had heel erg rugpijn. Ik weet niet, het voelde gisteren echt gewoon alsof ik dood ging of zo. Ik heb me denk ik sinds 4 of 5 jaar echt niet zo slecht gevoeld of ziek gevoeld. Maar ik dacht eigenlijk, nou dat zal donderdag nog steeds niet over zijn. Ik ga deze week niet weekvloggen. Maar toen gisteravond ben ik gaan slapen met ibuprofen op. En vanmorgen werd ik wakker en voelde ik me eigenlijk alweer stukken beter. Ik voel me nog wel een beetje ziek. Maar in ieder geval niet meer zoals gisteren. Dus dat is echt heel chill. Want morgen ga ik namelijk met Zoe naar Utrecht. Want we zijn er uitgenodigd door een restaurant om te komen eten. En ik wil daar gewoon vet graag naartoe. Gewoon een leuke dag met Zoe in Utrecht. Gewoon lekker eten, lekker winkeltjes kijken. Dus ik voelde me zo kut gisteren dat ik dat dan ook niet kon doen woensdag. Maar ik werd vanmorgen dus best wel een stuk beter wakker. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Het is nu 1 uur. Ik heb net even wat pakketjes op de post gedaan. Want dat wilde ik eigenlijk gisteren doen. Maar daar had ik gewoon echt geen kracht voor. En ik heb eventjes mijn weekvlog bewerkt. Ik hoop echt met heel hard dat hij op tijd online komt. Want ja, gisteren kon ik dat ook gewoon echt niet doen. Ik had niet eens gisteren de kracht om op mijn telefoon te zitten om überhaupt iets te doen. Dus ja, ik heb nu eventjes snel mijn weekvlog bewerkt en dan hoop ik dat hij op tijd online komt. Voor deze week heb ik verder nog niet echt een planning. Ik wilde eigenlijk vandaag een video opnemen, maar dat zou ik eventjes uit naar morgen. Want Zoe en ik gaan morgen volgens mij pas rond een uurtje of twee naar Utrecht. Dus dan kan ik in de ochtend mooi een video filmen. Want ik heb namelijk een pakketje van Lovies binnengekregen. Een pakketje van Naked. En ik heb zelf nog wat dingetjes gekocht. Dus ik wilde een zomershoplog gaan maken. Om die aankomende vrijdag online te zetten. Als het goed is staat die voor jullie dus al online. Dat eigenlijk. Goed verhaal. Ik ga zo meteen eventjes wat eten. Want ik heb dus gisteren heel dag niks gegeten. En alles wat nog in mijn lichaam zat is eruit gegaan. Dus ik heb best wel veel trek, maar ik ga ook niks vettigs eten of zo, want ik ben bang dat ik dan weer ziek word. Dus ik denk dat ik gewoon even een soepje ga maken of zo. Want dat was mijn oma gisteren komen brengen. Het is, even kijken, volgens mij Italiaanse bouillon of zo. Ze zei dat het wel zou helpen, omdat er lekker veel zout in zit. Maar het is dus met vermicelli en ja, zout en alles. En het staat ook in het Italiaans erop. Dus dat is heel fijn. Volgens mij heeft ze dit uit Italië meegenomen. Maar ik moet dus 750 ml water koken. En dit erbij doen. Dus ik denk dat ik dit zo meteen eventjes ga maken. Want ik wilde eigenlijk een eitje koken. Maar ik denk dat dat nog net even iets te vettig is misschien. Ik had gisteren zo geen energie en kracht om te praten. En mijn hoofd zit ergens verlept uit. Ik was gisteren zo wit. Als ik in mijn bed lag was ik gewoon even wit als mijn dekbed overtrek. Ik ga even lekker wat eten maken. Of nou, soep maken. Of misschien een boterhammetje. Of ik weet niet wat goed is of wat helpt. Maar dan ga ik even lekker eten. Want ik heb echt onwijs veel honger. Echt onwijs veel. En heel veel dorst. Want gisteren, alles wat ik dronk, dat ging er ook weer uit. Dus mijn moeder zei, ja, je moet wel veel blijven drinken. Anders droog je uit. Maar nou, ik kon gewoon niet drinken. Want alles wat ik dronk, dat ging eruit. Maar ja. Het is nu een aantal uur later. Mijn gezicht is er alleen maar beter op uit gaan zien. Mijn thuis is nu 8 uur. Nadat ik had gefilmd eigenlijk ben ik me juist alleen maar weer slechter gaan voelen. Heel misselijk. En ik heb althans net vanmiddag was ik heel misselijk. Nu heb ik vooral heel veel hoofdpijn. Maar ik merk wel dat ik echt heel erg veel trek heb. Omdat het enige wat ik vandaag heb gegeten. En gisteren is die soep. Dat ik ook maar voor de helft heb opgegeten. Omdat ik daar ook heel misselijk van werd. Dus wat ik nu eventjes ga doen is 2 eitjes koken. En dat opeten op een rijstwafel. Want ik denk dat dat wel, zeg maar, vult op een goede manier, denk ik. Althans, dat hoop ik. Miu, die had mijn scooter geleend om naar zijn werk te gaan vanmiddag. En toen kwam hij net thuis met de scooter hier. Toen, toen heeft hij zichzelf naar huis gereden. Ben ik met mijn eigen scooter, ik weet niet of je hem ziet staan, daar. Ben ik met mijn scooter weer naar mijn huis gereden. Want hij ging thuis slapen. En ik vind het niet zo chill om, nou ik kom daar echt al 3 jaar bij Miu thuis. Maar als ik s'nachts moet kotsen vind ik het gewoon chill om dat op mijn eigen wc te doen. En niet in andermans huis of andermans wc. Ook al kom ik daar al 3 jaar vind ik dat toch niet heel chill. Dus ik ga vanavond bij mijn moeder slapen.
Maar ik ga wel nog gewoon even hier thuis eten en even zitten. Ik heb net ook heel de tijd op bed gelegen, maar ik weet niet. Gisteren was ik dan heel misselijk en overgeven en buikpijn. En vandaag was ik overdag heel misselijk en heb ik nu gewoon echt heel erg veel hoofdpijn. En morgen ga ik natuurlijk met Joey naar Utrecht. Daar heb ik echt vet veel zin in. Maar we zouden heel misschien daarna ook uitgaan in Utrecht. Want haar vriend woont in Utrecht. Dus konden misschien uit. Maar dat hebben we eventjes verplaatst naar een andere keer. Want ik denk dat dat meestjes beter lijkt. Dus morgen gaan we rond 1:30. Volgens mij pakken we de trein naar Utrecht. Dan gaan we even lekker winkelen, winkeltjes kijken. En dan gaan we lekker samen uit eten. En dat uitgaan verplaatsen we dan. Leek me eventjes een iets strakker plan. Maar goed, voor nu ga ik eventjes eitje koken. Even wat water drinken ook. Er YouTube filmpjes kijken. En avondeten. Het is woensdag vandaag. Ik voel me zoveel beter dan gisteren en maandag. Ik ben zo intens blij. Want dan kan ik vandaag dus gewoon volop genieten met zo in Utrecht. Lekker eten. Gewoon een gezellige dag hebben. Ik ben echt het gelukkigste mens nu op aarde. Ik heb net eventjes een video opgenomen en try-on beelden geschoten. Want afgelopen vrijdag is er voor jullie als het goed is een zomershoplog online gekomen. Ik zou ook nog een pakketje van Comket Fashion ontvangen vandaag. Maar die is helaas niet op tijd gekomen voor de video. En ik moest de video vandaag wel echt opnemen. Dus die zal ik in deze weekvlog verder laten zien als het pakketje er wel is. Ik ga nu echt met een bloedgang deze trui uittrekken. Ondanks dat die 3 euro was, super leuk is, is die echt veel te warm voor nu. Dus ik denk dat ik even een nieuw t-shirtje van deze stapel misschien ga aantrekken. Wil je nou weten wat hier allemaal ligt en waar deze 3 euro trui vandaan komt? Moet je eventjes mijn shoplog kijken. Ik ga nu heel snel opschieten. Want over een kwartiertje is zo hier. Ik heb het echt allemaal net gered met de tijd. Heel blij mee. Maar ik ga even omkleden. Want deze trui ga ik echt niet aanhouden. Eventjes een ander. Ja, ik weet het nog niet wat ik aan ga aantrekken eigenlijk. Ik weet het echt nog niet. Maar oké, in ieder geval geen trui. Want het is volgens mij 25 graden of zo buiten. Moet dat ook niet meer doen. Okay. Jongens, ik twijfel echt heel erg. Ik heb dit nieuwe Alex the Label shirt. Die wil ik sowieso aan met het jasje. Maar moet ik er een witte broek onder? Of een zwarte? Kijk, dit is dus mijn witte flare broek. Maar hij is... Met alsters, zeg maar, is die oké. Okay. Maar ik wil hem eigenlijk niet met alsters aan. Ik denk dat ik gewoon mijn zwarte flare broek hierbij aandoe. Ik denk dat dat een betere plan is. Oké, okay, ik heb er toch maar dit van gemaakt. Zwarte flare broek. Zwarte isbomrand. Mijn nieuwe Alex the Label shirtje. En dit jasje is van de... Sarah, maar van de zilver vorig jaar. Die hebben ze denk ik niet meer. En dan doe ik mijn vuurletasje er denk ik bij. Ja, I think that this is it. Ik ben niet helemaal tevreden over mijn haar. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik het niet meer te veel ga stylen. Dus dat ga ik ook niet doen. Zoe, die kan heel erg letterlijk elk moment zijn. Dus ik ga naar beneden. Een flesje water pakken. Oh, en dan lekker naar Utrecht. Nou, Zoe gaat dus deze kopen. Jij loopt die schoenen echt belachelijk maken, maar ik vind hem niet eens zo heel lelijk. Ze doen me een beetje denken aan Lelly Kelly schoenen. Nee, krijg je er ook een make-upje niet... bij, ja? Voor de duidelijkheid, ik ga ze niet kopen. Ik ga gewoon deze halen. Deze. Alleen, we zitten even te kijken naar de maat. Maar 38 ziet er schattiger uit. Ze zijn zo lekker klein. Maar jij bent niet schattig ook. Meer gedoe om ze aan en uit te krijgen natuurlijk zometeen. Dit is toch wat je wilt in een pashoek. Kijk even hoe groot. Dit zijn gewoon oprecht in Den Haag 3 pashoekjes. Kijk maar, 2 stenen. Maar oprecht. 2,5. Nou, we hebben... Moet ik even je veters losmaken? Ik heb nieuwe schoenen gekocht. Gelijk aangetrokken, want die andere dingen waren niet uit te halen. Moeten ze helemaal los? Of een beetje alleen de bovenste? Nou, ik ben weer lekker in één kleur gebleven. Maar dit is van jou, hè? Nee, ja. Nou, sowieso ook in haar kleur. Ja, jij hebt tenminste mijn kamer. Vlog even. Hi, welkom bij de vlog. Wij zijn in Utrecht. Met Fleur. Zelf. Nou, ik vind... Film even een duif. Hoezo een duif? Bram Krikke, dat is nachtsukkel. We zijn hier in Utrecht. We hebben dus heel kut gepland, want we gaan dus om 7 uur uit eten, maar de winkels gaan om 6 uur dicht. Ja. We hebben nu een uur niks te doen. Ja. We gaan donuts ophalen. Ja? Maar is die nog wel open? Ja, tot 10. Oké, dan gaan we dat doen.
gaan we even. Ja, ik vind Utrecht op de rest best wel leuk. Moet hier een keertje wat vroeger heen gaan. Ja, gaan we. Wij zijn lekker aan het eten. Lekker aan het eten. Je mag hier niet op je telefoon, Zoe. Ja, mag dat echt niet? Want wij zijn hier gewoon met ons telefoon bezig. Kijk jongens, er staat er dus dat je niet op je telefoon mag. Maar oké. Okay. Hoe heet het nou? Oké, okay. Dit zijn dus gamba's. Zo. Gamba's met suikerspin erop. Heel apart. Lekker? Maar wel lekker. We hebben ook nog stiek teriyaki, carpaccio en sojaboontjes. Stiek teriyaki. Ik had het voor... Wel lekker. Na ons eten hebben wij lekker 6 heerlijke donuts opgehaald. Heb je er trek in? Nee. Ik ook niet. Vriend van Zoe komt zo meteen, dus die mag ze lekker allemaal opeten. Ja. Ik houd het voor gezien voor vandaag. Oh, we moeten ook nog jouw ijsje ophalen. Het is alweer 2:30 volgens mij of zo. En Joe en ik zijn echt net pas wakker. Het is niet de goede hoogte. Is dit de goede hoogte? Daar zit ze. Ja. Nou, gisteren was ik dus met Zoe dag naar Utrecht. En toen kwam ik thuis. Toen had ik de trein gemist. Of nou ja, ik kwam op Centraal, Utrecht Centraal. Ik wilde de trein van 11:30. Toen had ik hem net gemist. Hij reed echt voor mijn neus weg, zoals je hier kon zien. Dus ik was fucking zo gereinigd natuurlijk. Toen had ik gelukkig de laatste trein nog kunnen pakken. Dus toen was ik uiteindelijk 1 uur thuis of zo. En Mew die kwam weer slapen. Dus dat was ook heel gezellig. Maar... zingen door de douche. Maar we konden echt niet slapen vannacht. Dus we vielen pas om 6 uur in slaap. Nadat we pas zo laat wakker zijn geworden. En we gaan zo meteen even lekker naar de stad. Ik moet nog eventjes wat terugbrengen. Ik wil even lekker ergens een broodje eten. En ik ben zo moe jongens. Het is echt niet oké. Ah, maar het was dus vannacht. Oh mijn god, ik moet echt niet meer met mascara opslapen. Er zitten zoveel wimpers. Op dit hoedje. Oh mijn god, ik moet het echt niet meer gaan doen. Maar oké, ik ga hem even klaarmaken. Want dit hoofd ziet er echt niet uit. En dan gaan we lekker naar de stad. Miel en ik zijn weer terug van de stad. Of althans, ik heb Miel eventjes thuis afgezet. Want die ging thuis eten. Maar ik ga bij mijn moeder eten. En dan nadat ik bij mijn moeder... ben geweest, ga ik weer naar Miel en dan ga ik bij Miel slapen. Maar Miel en ik waren dus naar de stad en mijn hand heeft tussen de scooter gezeten. Ik weet niet of je het kan zien. Nou, je ziet het niet zo heel goed zacht. Misschien zo. Nee, je ziet het niet. Maar ik had dus een boek gekocht. Je zou wel denken een boek. Maar ik heb deze gekocht van Danique van Most Wanted. Want ik had hem dus bij Rosa gezien en ook bij Demi. En die vonden hem allebei... Of nou ja, Rosa die heeft hem al uitgelezen. Die vond hem heel erg... leuk en inspirerend en bla bla. En ik ga natuurlijk naar Kools. Dus ik dacht, ik ga deze kopen om te lezen voor op vakantie. Ik lees nooit boeken. Maar ik vind dit ook niet echt een boek. Ik vind dit meer een soort van inspiratie en duw onder je reet. Gewoon doe een keertje wat zelf in je leven. Dus daarom heb ik eigenlijk dit boek gekocht. Om weer een beetje, want voor de mensen die mij kennen of het weten toevallig. Ik heb een kledinglijn of nou, een webshop met Char, een vriendje van mij. En Danique heeft een eigen kledingwinkel en dat lijkt me gewoon ziek. Dus ik dacht, ik koop dit boek. Die heb ik dus bij Pagma gekocht. Die was 20 euro. Maar, mijn verhaal is wel af. Ik wilde die in mijn buddy leggen, maar ik haat het als boeken lelijk worden, zeg maar. Of tijdschrift heb ik ook. Vind ik ook irritant als lelijk worden. Dus ik wilde hem heel netjes in mijn buddy leggen. En Miel dacht dat ik klaar was. Dus hij wil die buddy zo dichtgooien, zeg maar mijn zadel. Maar ik wilde dat boek nog recht leggen. En toen, ja... op mijn antwoord. Dus het deed zo fucking veel pijn. En ik wilde niet huilen, want we stonden midden op straat. Maar ik kon mijn tranen gewoon echt niet inhouden. En...
Maar goed wel. Ik heb dus dat boek gekocht. En ik heb gisteren ook wat bij de Zara gekocht. Ik dacht, laat ik nog eventjes zien. Want ik was natuurlijk met Zoe naar Utrecht. En, oh, ben je overbelicht? Ja, bij de Zara heb ik dus dit witte blouseje gekocht. Ik vond hem echt vet schattig met op je mouwtjes. Heeft nu ook van die roesjes en zo. Sorry, iemand is buiten echt geluid aan het maken. Heel irritant, maar oké. Dit heb je in ieder geval zeg maar aan de bovenkant. En onder is het gewoon lekker zwierig. En aan de achterkant heeft hij knoopjes. En deze was 26 euro. En dan heb ik een maatje XS. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten als ik hem kan vinden. Maar die heb ik dus in Utrecht gekocht. En ik had ook wel besteld bij de Zara. En dat is dus net binnengekomen. Dus ik dacht dat ik dat ook wel gelijk eventjes laten zien. Maak me daar gewoon weer een soort van kleine shoppoek van. Even kijken hoor. Als eerst dit blouseje. En deze ga ik sowieso houden voor vakantie. Want ik ga over morgen precies een week ga ik naar Kos. Maar kijk even hoe schattig dit topje is. Gewoon lekker voor het strand. Of als we eventjes ja, op het strand zijn en even ergens wat willen gaan eten. Ik vind het ook echt een heel chill stofje. Het is zo'n heel lekker linnen. Is het linnen? Ik weet niet of het linnen is. Ik ben heel slecht erin. Maar het is in ieder geval off-shoulder. En dan hiervoor zie je een strikje. En ja, ik vond hem heel schattig. Deze van de nieuwe collectie. Deze was ook 26 euro. Heb ik ook in een XS. Pardon. Zal ik ook weer in de beschrijving zetten als ik hem kan vinden. Dan twee blouses. Dezelfde, maar in een ander kleurtje. Want ik kon niet kiezen welke kleur ik wilde. Dus ik dacht, ik bestel ze allebei en kijk welke ik mooier vind. Miu zegt, neem de blauwe. Want je hebt al twee witte blouses nu. Maar ik weet nog niet, want ik vind de wit ook heel erg leuk. Maar het is dit blouseje. Ik vind hem zo schattig. Ik vind het wel een beetje tuttig als je dat strikje aan de bovenkant dicht hebt gedaan. Dus die zou ik denk ik gewoon open laten. Want dan is hij wat meer sexy. Aangezien je dan een wat diepere décolleté hebt. Dat vind ik wel mooi. En dan ja, gewoon een heel simpel blouseje. Deze is ook 26 euro. Ook in een XS. Maar die heb ik dus ook in het een beetje lavendel, lila, blauw, hoe je het wil noemen. Die heb ik dus ook besteld in die kleur. Want ik dacht, ik weet niet welke kleur ik leuker vind. Maar ik vind deze wel leuk. Maar ik denk dat als je in de winter heel erg bleek bent, dat wit dan beter staat. Want dit maakt ook bleek. Maar ik weet het niet. Welke kleur zouden jullie kiezen? Zouden jullie die lavendelblauwachtige kleur of de witte kiezen? Ik weet het niet. Maar hou wel je achterhoofd dat ik hier ook al twee nieuwe witte blousjes heb. Dus misschien moet ik dan toch... Ah, ik weet het niet. In ieder geval deze twee. En dan nog twee topjes. Deze geleden was ik met Rosa aan de stad. En toen had ik deze gepast. Ja, waarom is het nou weer zo overbelicht hier? Had ik die gepast. En die vond ik heel schattig. Maar ik had hem toch niet gekocht. Dus ik dacht, ja, ik bestel hem nu. Maar ze hadden hem ook in het zwarte. Dus ik dacht, nou, ik bestel ook de zwarte. Want misschien vind ik de zwarte toch leuker. Maar nu zie ik ze zo. En dan denk ik, vind ik jullie wel echt heel leuk. Dus ik twijfel nog een beetje. Maar in ieder geval deze twee. Dus ik ga of allebei deze terugsturen of eentje hiervan. En van deze twee ga ik er ook eentje terugsturen. Alleen ik weet nog niet welke. Dus, goed verhaal weer. Dat was alles van de Zara. En heb ik ook het pakketje van Conquête Fashion binnengekregen. Afgelopen vrijdag is er als het goed is voor jullie een shoplog online gekomen. En daar zou ik ook een pakketje van Conquête Fashion krijgen. Alleen die was helaas te laat binnen voor het filmen van die video. Dus dat laat ik nog eventjes in deze weekvlog zien. Oké. Even kijken. Ik begin wel als eerst met deze trui. Want deze trui had ik al een keertje van Conquête Fashion. Dit is echt... Deze trui is zo zacht. En het is gewoon een hele simpele witte hoodie. En daar staat dan ook Los Angeles. En ze hebben hem ook in het grijs en in het roze. Het stofje is wel anders geworden. Hij is veel dunner geworden. Die andere was wel veel dikker, moet ik eerlijk zeggen. Ik voelde ook wel ietsje zachter en lekkerder aan. Maar deze is op zich ook wel chill. Deze voelt vanaf buiten heel zacht aan. Die andere was vooral vanaf de binnenkant heel zacht. Maar deze heb ik dus uitgekozen, want ik had hem al een keertje. Maar er was een vlek opgekomen, sojasaus. Ging er niet uit. Dus ik dacht, ik kies hem weer opnieuw. Dan een nieuwe zonnebril. Ik vind dit soort zonnebrilletjes echt heel leuk. Alleen, volgens mij staat hij een beetje scheef. Okay, ik vind het bij mij nooit leuk als ik hem echt zo recht op mijn knar zet. Ik vind hem altijd veel leuker als ik hem een beetje zo schuin omhoog zet. Maar van alles van Conquête Fashion zou ik ook eventjes linkjes in de beschrijving zetten. Dus die. Deze ga ik denk ik ook wel meenemen naar Kos. Als we bijvoorbeeld dat dagje op die boot gaan. Stel dat mijn zonnebril dan van mijn knar afvalt. Dan in het water. Dan is het tenminste niet mijn reden. Even kijken. Wat heb ik nou nog meer? Oh ja, hier. Een topje. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt weet waarom ik deze heb gekozen. Ik vind het topje heel leuk. Alleen
Ik ben helemaal niet zo van die tuttige bloemetjes. En deze heeft dat wel. Maar het is dus een off-shoulder topje. Met van die pofmouwtjes. En ja, even bij je borst heeft hij een beetje zo'n hartjesvorm aan de voorkant. En dan, ja, ik vind het echt een heel leuk modelletje. Alleen ik denk dat ik hem leuker had gevonden bij mij als die gewoon bijvoorbeeld zwart of wit was geweest. Maar ik denk op zich als je dit op een witte flarebroek combineert met bijvoorbeeld laarsjes eronder, dat het al een stuk stoerder is. Dus dat het al een stuk leuker maakt. Maar die heb ik uitgekozen. Dit is de eerste top. Ik heb eventjes mijn bandjes gewoon naar beneden gedaan. Maar je moet hem natuurlijk gewoon dragen zonder BH eigenlijk. Of stripless BH. Ik vind hem als ik hem aan heb schattiger. Of niet leuker staan dan dat ik had verwacht. Ik had niet verwacht dat ik dit printje eigenlijk heel erg leuk bij mezelf zou vinden staan. Maar ik vind het verbazingwekkend. Toch best wel leuk of zo. En het modelletje, zeg maar, vind ik gewoon heel erg leuk qua pasvorm en zo. Het ging mij meer om de print. Maar ik vind hem toch best wel leuk eigenlijk. Dan een blouseje die ik echt onwijs leuk vind. Dit vind ik echt een beetje zo'n festival dingetje of zo. Het is zo'n topje. Word nou eens een keertje niet zo overbelicht. Hallo? Ja, dank u. Het is zeg maar zo'n topje. Hij is best wel kort. Hij bedekt bijna alleen je titties. En dan heeft hij van die losse armmouwen eraan zitten. En dan heb je gewoon een off-shoulder crop top. Maar eentje die niet heel de tijd zo omhoog schiet. Dus dat is echt vet chill. En ze hadden deze ook nog in het zwart. Sorry. Maar ik vond dit wel leuk. Voor die zoomer. Dus die. Dit is weer een beetje zo'nzelfde soort topje. Ik merk wel dat deze bij mij best wel snel naar beneden zakt. En als laatste heb ik van Cook Get Fashion nog een jumpsuitje. En deze vond ik heel schattig. Je hebt hem ook in het blauw en in het wit. Maar ik heb voor de witte gekozen. Het is dus een jumpsuitje met een V-hals en hoesjes aan de armen. En dan zo'n bloemetjespatroontje erop. Dus die vind ik heel schattig. En dan had ik ook nog bij Shein zelf twee bikinibroekjes besteld. Omdat ik vind op vakantie van die billenbroekjes gewoon heel mooi. Omdat, nou, je hebt er gewoon hele mooie billen in. En die billen worden lekker bruin. Dus je hebt niet van die gekke bikini strepen dingen. Nou ja, dat heb je wel, maar minder. En ik had hem nog niet in het zwart. En toen zag ik deze kleur en die vond ik ook heel mooi. Oh, op de camera komt echt de tang niet over. Hallo, 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 hallo. Hij is echt knel en knelblauw. Ik ga proberen te laten. Kijk, dit is het kleurtje. Kijk even hoe knalblauw dit is. Als je bruin bent, is dit echt vet mooi. Maar ik had wel verwacht. Oh, nu ben ik weer veel te donker. Maar ik had wel verwacht dat die ietsjes meer beeld zou bedekken. Het is wel heel minimaal allemaal. Ik wist wel dat het een billenbroekje was, maar ik wist niet dat het zo'n billenbroekje was. Want letterlijk de voorkant even goed als de achterkant. Dus dat bedekt niet heel veel. Maar ze waren, hier waren deze dingen. Ik heb voor verzending en voor twee bikinibroekjes heb ik volgens mij 15 euro betaald. Dus het valt allemaal wel mee. Ik vind het altijd heel smerig om aan te raken. Maar oké, even kijken. Zo, deze. Die blauwe is ook niet heel veel groter. Maar die heb ik dus ook besteld voor vakantie. Voor nu ga ik mijn laptop pakken. Ga ik naar mijn moeder, want dan ga ik daar ook eventjes een video werken. En dan ga ik daar eten. Oké, let eventjes niet op mijn prachtige haar en mijn prachtige hoofd. Maar zoals jullie kunnen zien heb ik weer echt fucking veel shit gekocht. Blijft dit staan, blijft dit staan. Ik hoop het. Want zoals jullie misschien wel weten ga ik aanstaande vrijdag met Miel op vakantie naar Kos. En daar had ik nog wat dingetjes voor nodig. Ik ga mijn haarroutine veranderen. Dus daar had ik heel veel spullen voor nodig. Voor de mensen die het misschien weten of niet weten. Ik heb van mezelf krullend haar. En ik weet gewoon net wat ik met mijn haar moet. En mijn haar is heel erg dood geworden. Had ik in de vorige week vlog verteld. En toen kreeg ik heel vaak de tip van mensen om de curly, girl methode te gaan doen of zoiets. Dus ik ben dat gaan opzoeken online. En het sprak me eigenlijk best wel heel erg aan. Dus ik heb daar heel veel zooi voor gekocht. Over besteld. Die bestelling komt als het goed is morgen binnen. Morgen is maandag. Dat is een satijnen kussensloop en een speciaal deep-in conditioner. En fuck, mijn camera is leeg. Oké, volgens mij was het vals alarm en gaat hij nog heel eventjes volhouden. Dus ik ga het heel eventjes snel laten zien allemaal. Maar ik heb dus ook nog een satijnen kussensloop besteld en een masker voor in mijn haar. Laat ik maar gewoon met haarspetje beginnen. Ik heb bij de Kruidvat deze shampoo, want je moet dus eerst je haar final wash doen of zo. Ik ga er nog een apart video over maken, dus ik ga er nu niet veel op in. Maar in ieder geval deze shampoo, die was 60 cent. Dan gel. Deze van Wella, de New Wave. Deze was nu 2 voor 6 euro. Oh, gaat weer knipperen. Oké. Conditioner van Sails. Deze was nu 2 euro per stuk, de Curl Me. Dan Oreos.
gezichtsmake-upjes. Een Biodermal After Sun en een Biodermal Factor 30 voor het gezicht. Ik heb bij de Action, dit was allemaal van de kruidvat. Bij de Action heb ik een föhn met diffuser gekocht. Want ik had wel een föhn, maar geen diffuser. Dat is zo'n kop, zeg maar. Dan zakken voor je Night Wardrobe. Watjes. Een handdoek. Zo'n microfiber handdoek voor je haar. En deze ook. Deze van de Decathlon. Waterproof mascara. Purel. Deo Vermeer. Douchegel. Twee tandenborstels en een deo voor mij. Oké, ik heb nu alles laten zien. Ik ga mijn camera erop laten leggen, want hij is leeg. Ik ga even het huis opruimen. Ik ga dit opruimen, want... Oh my god, kijk dit. Dit is toch niet normaal. Oké, hij heeft het gehad. Yes. Oké, mijn camera is ondertussen weer opgeladen. Ik had net een beetje haast met alles te laten zien. Dus ik dacht, ik laat het nog even een klein beetje snel zien. After Sun, zonnebrand. Nou, gewoon al die dingetjes. Deze conditioner van Sios. Douchegel voor vakantie. Purel. Make-up doekjes van Garnier. Deze, normaal gebruik ik altijd van L'Oreal. Deze twee. Ik zal het even laten zien. Die, maar ik vind het een beetje overdreven om twee van die grote flessen mee te nemen. Als ik op vakantie toch geen make-up ga dragen. Of althans, echt heel minimaal. Misschien alleen een beetje mascara over mijn wenkbrauwen. Maar dus ik dacht, ik neem gewoon lekker make-up doekjes. Zakjes om hier alles in te versturen. En zoals ik dus zei, ga ik beginnen vanaf morgen met de Girly Girl methode. En ik zal het eventjes kort uitleggen. Wat dus hetgene is wat je daarmee moet doen. Ik heb me helemaal ingelezen dit weekend. Ik heb ook alle spulletjes ervoor gehaald. Maar wat het dus is, is hetgene dat als je krullen hebt, is je haar heel droog. En heeft het gewoon bepaalde vetten nodig, bepaalde olie nodig die je hoofd of haar zelf aanmaken. En als je je haar dus was met shampoo, haal je dus die vetten eruit. Maar als je haar dus wast met conditioner en niet met shampoo, behoud je dus gewoon die natuurlijke vetten. En het is wel een beetje een soort van proces volgens mij, want je haar moet er 2 tot 6 weken aan wennen, dacht ik. En sommige mensen die na 2 jaar dit nog steeds doen, hebben echt fucking mooi haar. Maar het is dus zo dat je eerst je haar moet wassen met deze shampoo, omdat je alle sulfaten of siliconen uit je haar moet wassen. En dat doet dus deze shampoo. Dus als je dan een jaar zeg maar met deze shampoo hebt gewassen, heb je een soort van frisse start gemaakt of zoiets. Dan daarna kan je gaan beginnen met je haar te wassen met conditioner en een deep conditioner erin te doen. En speciale handdoekjes te gebruiken en ja, dit te gebruiken, allemaal dat soort shit. Dus dat heb ik ook allemaal besteld. En ik heb een satijnen kussensloop besteld. Ik heb speciale handdoekjes voor mijn haar. Dus ja, ik ben best wel benieuwd. Maar ik wil er eigenlijk, als ik het wat langer doe. Want nu ga ik er natuurlijk morgen mee beginnen. Dus ja, ze zeggen 2 tot 6 weken moet je haar eraan wennen. Dus ik wil eigenlijk over 2 maandjes of zo wil ik er een video over gaan opnemen. Een soort van mijn haarroutine. En of het ook voor mij heeft gewerkt. En before en after en zo. Want daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Dus dat. En voor nu ga ik dit allemaal even opruimen. Oh ja, en ik heb dus ook bij de Action een föhn gekocht. Want ik had dus wel een föhn. Maar niet met zo'n diffuserkop. Met zo'n opzetstukje. En ik zag deze föhn bij de Action. En die was maar 9 euro. Dus ik dacht, weet je, die gaan we gewoon lekker proberen. En voor mij was het belangrijkste dat er dus een diffuserkop op zat. En en een koude stand. En als het goed is, zit dat op deze. Kijk, hier heb je die diffuserkop. Oh, en er zit ook nog zo'n normale kop bij. En dan de föhn. En dat voor maar 9 euro. Ziet hij er nog best wel mooi uit. Dit is de föhn. Het is van het merkje Dunlop. Gewoon van Action dus. En je hebt hier een... je hebt hier 3 knopjes zitten. Eentje voor koud blazen. Moet je hem gewoon ingedrukt houden. Eentje voor, denk ik, hoe hard. En de ander voor hoeveel haar. Ik heb geen idee waar die ander voor is. Maar die dus. Dus die ga ik ook uitproberen morgen. Alleen ik kan dat niet in een weekvlog laten zien. Of niet in die weekvlog. Omdat ik vanaf morgen niet ga vloggen. Omdat ik ga vrijdag op vakantie. Vrijdagochtend heel vroeg. En anders zou de weekvlog alleen van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag bestaan.
4 dagen maar. Dus ik dacht, misschien kan ik dan beter die dinsdag in plaats van een weekvlog een extra video uploaden. Dus zouden jullie het leuk vinden als ik een kofferinpakvideo ga maken? Ik heb hem natuurlijk al voor Caruela gedaan. Maar het leek mij misschien ook wel leuk om er eentje voor kost te doen. Want het leek me dan leuk om hem op een iets andere manier op te nemen. Op een meer van praatvideo. De Caruela inpakvideo was vooral gewoon laten zien hoe ik echt inpak. En ja, een beetje kort video. Maar mij leek het wel leuk om dan bij de Kos inpakvideo gewoon een beetje erbij te kletsen. Echt te laten zien wat ik allemaal meeneem en zo. Dat deed ik bij de vorige inpakvideo niet. Dus lijkt het jullie nou leuk om dan in plaats van een weekvlog op dinsdag een kofferinpakvideo te hebben? Laat het eventjes weten in de reacties, want dan ga ik die opnemen. En dan ja, hebben jullie gewoon die video in plaats van een weekvlog op dinsdag. En die week daarna komen als het goed is de kostvlogs online. En die week daarna zal ik wel weer gewoon normaal gaan weekvloggen. Dus de komende 2 dinsdagen eventjes geen weekvlog. Maar wel hopelijk een andere extra video. Sowieso die kostvlog waar ik echt vet veel zin in heb. En dan heb ik nog een vraagje. Want afgelopen vrijdag heb ik een video waarin ik een shoplog had. Zeg maar lofies, naked, allemaal dat soort items had ik daarin. Die heb ik geüpload. Alleen mijn video komt bij heel veel mensen niet in hun abonnementenboxen staan. En dat is zeg maar als jij... Ik had eventjes laten zien. Als jij op iemand geabonneerd bent, dan kan je hieronder op abonnementenbox klikken. En dan krijg je hier dus de nieuwste video's die iemand heeft geplaatst. Maar mijn video kwam daar dus niet in te staan. Terwijl die wel nieuw was en ik hem wel had geplaatst. Dus ik wilde eventjes vragen of jullie dat ook hadden. Of dat nog meer van jullie dat hadden. En Rosa heeft dat bij haar afgelopen video's ook gehad, weet ik toevallig. En ik had het nu ook opeens, maar ik vraag me dus af waar het door komt. Heel veel zeggen dat ja, YouTube gewoon een soort van filtert. Omdat je op zoveel mensen geabonneerd bent, dus niet alles binnen kan krijgen. Maar van de ander hoor ik weer dat er gewoon een soort van fout is bij YouTube. Dat ze dingen aan het veranderen zijn, aan het verbeteren zijn. Dus dat dit een beetje het soort van gevolg ervan is nu. Omdat ze daar dus mee bezig zijn. Maar ja, dat vroeg me dus af. Dus heb je nou ook die video nog niet gezien? Kijk die zeker eventjes. Ik zal hem in de beschrijving zetten, want ik vind hem oprecht... Dat is wel leuk geworden. Dus het zou jammer zijn als jullie die niet zien. Voor de rest ben ik echt weer vet veel aan het praten. Ik ga eventjes... Ik heb heel het huis opgeruimd. Ik ben echt heel erg trots op mezelf. Alleen mijn kamer is nog één grote bende. Maar het is zo... Heel veel dingen wat hier liggen, ligt. Moet mee op vakantie. Dus als ik mijn koffer ga inpakken, dan is het verder ook wel opgeruimd op zich. Voor nu ga ik denk ik gewoon de weekvlog afsluiten. Want voor de rest ga ik niks meer doen. Ik ga even een wasje boven erin doen nog. Ik ga de was die er nu uit in zit, die ga ik eruit halen. En dan ga ik straks naar Mews en dan blijf ik bij Mews slapen. Dus, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Aankomende vrijdag komt er een extra video online. Als het goed is komt er dus dinsdag een inpakvideo. En die vrijdag komt er weer een extra video. Dan die week daarna komt er kostvideo's. Ik hoop dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden. En dat het niet erg is dat er eventjes een keertje, 2 keer geen weekvlog online gaat komen. Maar anders bestaat de weekvlog maar in 4 dagen. Dat is ook niet heel erg leuk. Dus ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog doen als je het leuk vond. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende!